Met het sluiten van de verzorgingshuizen is er een leemte ontstaan in de huisvesting van en zorg voor ouderen. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis wonen, maar niet ten koste van alles. De fracties van de SP, PvdA, Arnhem Centraal, de Partij voor de Dieren en GroenLinks steunen het initiatief van het zorgbuurthuis. SP-raadslid Sarah Dobbe legt uit wat een zorgbuurthuis is. Nou, het zorgbuurthuis is eigenlijk een oud verzorgingshuis, maar dan beter. Omdat de verzorgingshuizen zijn gesloten, dus die bestaan niet meer. Maar je ziet dat toch heel veel mensen behoefte hebben om op zo'n plek te wonen in plaats van thuis. Omdat het niet meer kan of omdat ze niet meer thuis willen wonen als je wat ouder wordt. En het zorgbuurthuis is echt op de schaal van de buurt. Dus in je eigen vertrouwde wijk, met je eigen vertrouwde omgeving. Waar je mantelzorg kan komen, waar je met je partner kan wonen, waar vers wordt gekookt. En waar het zoveel mogelijk lijkt op thuis. Dus dat mensen ook echt een alternatief hebben. Op thuis wonen, wat te kiezen hebben. Dus als het thuis echt niet meer gaat, dat ze in een zorgbuurthuis terecht kunnen. Nu kwam het Sociaal Cultureel Planbureau met een rapport uit. Wat zegt dat? Nou ja, het is weer een bewijs eigenlijk dat er veel knelpunten op dit moment ontstaan van ouderen die thuis moeten blijven wonen. Kijk, voor een heleboel mensen gaat het gewoon hartstikke goed thuis. Maar er is ook gewoon echt een groep ouderen. Hè? En onderzoek toont ook aan, 1 op de 5 ouderen die zou graag meer in een beschermde omgeving willen wonen, zoals het zorgbuurthuis. Nou, en dit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau toont maar weer eens aan dat er gewoon grote knelpunten zijn als grote groepen ouderen. Die groep wordt ook steeds groter, want mensen worden steeds ouder. Dat die alleen maar thuis kunnen blijven wonen. En als dat dus niet meer kan en niet meer gaat, dan moet er een alternatief voor zijn. Dus ja, het is weer een teken dat er behoefte is aan zoiets als het zorgbuurthuis. Nu wilt u dat met een aantal partijen aankaarten in de Raad. U heeft vragen hierover aan de wethouder gesteld. Wat voor vragen zijn dat? Nou ja, het is ontzettend hard nodig volgens mij en ontzettend goed als het zorgbuurthuis hier in Arnhem zou kunnen komen. Maar het duurt wel een beetje lang in de gemeenteraad. We zijn al maanden aan het wachten totdat dit fantastische voorstel behandeld kan worden. Dus ik dacht, ik stel vragen aan de wethouder of hij niet gewoon alvast kan beginnen met het invoeren van het zorgbuurthuis. Want volgens mij is er heel veel behoefte aan, heel veel enthousiasme voor en moeten we er gewoon mee gaan starten.